Waar is de kale vlakte? Wat zeg je? Waar was de kale vlakte? Die was daar, waar Jan Linders... waar wij achter die salongever staan. Ja. Daarachter. Ja. Daar was een kale vlakte. Dat moest ook gebouwd worden. Dat waren de twee dingen die ik in ieder geval moest regelen. En dan bedrijf er eentje moest saneren. En het gemeentehuis was er toen al 10 jaar mee bezig om dat uit te breken. En het had al een ton gekost in die tijd. Met allerlei rapporten enzovoort en nooit een besluit. Oh, aan profielwerk. Nou, toen ik wegging naar 3,5 jaar, stond het gemeentehuis er. Binnen budget. Toen jij wegging, was dit gemeentehuis al niet meer gebruikt? Ja, alleen de loods was weg. En wat er nu staat daar achter het oude gebouw, dus dat is het.